En nu? Ja. Goeie vraag. We hebben nog een lange weg te gaan. We moeten ons echt heel goed voorbereiden voordat we ze kunnen aanvallen. Dat is waar. Maar misschien kunnen we steun krijgen. Ja, en van wie dan wel niet? Ik deed het. We maken een video en daar vertellen we dat we de aanval van plan zijn. En dan vragen we ook om hulp en steun en wat zij ervan vinden. Kan? Laten we dat maar gaan doen dan. Oké, Pebbles. Wees duidelijk in je verhaal. En de camera zit onder de paarse lamp. Dus kijk daar ongeveer naartoe. Veel succes en dan nemen we nu op. Hoi allemaal. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe. Jullie weten waarschijnlijk allemaal wat is gebeurd met de paarden van de Silvergate Stables. En het waren niet zomaar paarden. Het waren de paarden. Ze zijn nu weg. Hun leven is vernietigd. Dat is te erg voor woorden. En daarom moeten wij iets doen. Het heeft ons allemaal geraakt. En daarom gaan wij nu een aanval plegen. Wauw, goede speech, man. Nou, ik denk dat de mensen het wel gaan kijken, hoor. Mevrouw, ik heb iets gevonden waar u misschien iets aan heeft. Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe rit. Het heeft ons allemaal geraakt. En daarom gaan wij nu aan een aanval wordt gepleegd overmorgenavond. Bedankt voor het kijken van deze video. Elk klein beetje. Jeetje. Wens ons veel sterkte. Doei. Wat een drama, Queen, zeg. Ja, en er waren ook nog reacties. Heeft u ook nog gelezen? Nou, laat maar zien. Jeetje, wat echt van die penitrutjes, zeg. Oh. Ik ga ze terugpakken. Nou, veel succes, want mij krijg je niet. Sluit het af. Nu! Oh, ja, mevrouw, jij. Ja. Met de paarden klaarmaken. Weet je, ik zal Stella toch meenemen. Je kunt er altijd wat. Nee, ze kan echt niet mee. Je maakt het alleen maar erger dan. Ze gaat stressen, ze gaat pannen, ze gaat ontsnappen, ze gaat. Weet ik veel, op hol slagen. Je hebt echt niks aan haar. Ja, maar we komen anders paarden tekort. Hey, mensen, yo. Het is toch helemaal niet handig om met paarden te gaan? Als je paarden wil redden en dan met paarden gaat, dan zit je echt met heel veel paarden in de weg. Misschien is het beter als ze met een auto gaan. Oh my god. Heeft iemand hier verstand van autorijden? Laat staan, auto met een freaking trailer erachter. Huh. Nu uitstappen snel. Au, au. Maar we moeten dus wel echt heel zachtjes zijn. En als we binnen zijn, gelijk iedereen hier knallen, oké? Okay? Nee, natuurlijk niet, joh. We moeten toch eerst weten waar de paarden zijn? Oké, nadat we weten waar de paarden zijn, gelijk neerknallen. Oké. Ze zouden elk moment moeten komen. Zie je iets verdachts? Nee. Alleen maar een paar beelden en kaarsen in een soort doos met een raar muziekdingetje erin of zo. Oké, kus het veilig. Kom mensen. Nou, laten we er maar gaan kijken, hè. Jongens, wacht. Misschien is het een val. Ik schiet er even doorheen met mijn pijl en boog. Oké. Nou, oké. Kist is veilig. Laten we maar lopen dan. Hey, Pebbles. Tom. Wat doe jij hier? Ik red jullie eruit. Tom, en nu, wat ben je van plan? Het komt allemaal goed, Pebbles. Sorry. Wat? En nu? Nu zit je weer opgesloten in deze erge helgevangenis. We kunnen niks meer. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Dat is niet waar. Al die steun hebben we niet voor niets gekregen. Ik geef niet zomaar op.
We vechten tot het einde. Volgens mij is dit het einde. Nee, helemaal niet. Kom op. We moeten echt iets doen. En die Tom, die krijg ik nog wel. Eikel. Waar zijn de paarden? Ze willen nu de paarden zien. Nou Tom, haal de muur maar weg. Waar slaat het op? Waarom doet u dit allemaal? Alles heb je aan jezelf te danken, meid. Psst, kijk daar, ik ben een boog. Oh ja, oké. We moeten een plan maken, oké. En die paarden, die krijg je ook nog meer te zien. Wat? Dus ja, daarvoor moet je boeten. Auw. Huh? Noah, help! Help! Ga jij even, Tom. Meisje, gaat het? Met mij gaat het prima. Breng ze naar de arena. Morgen begint het spel. Wat? Ben ik? Waar is iedereen? Ik moet hier uit zien te komen. Misschien met een aanloop. Oké. 3, 2, 1. Auw. Waar ben ik? Huh? Nu er nog naartoe komen. Oh my god. Oh, dit water is zo koud. Het zou erin zitten. Er zit een brief in. Dat ding kreeg ik er echt niet uit. Het is vast wel belangrijk, denk ik. Waar ben ik eigenlijk terechtgekomen? Wat zijn dit nou weer voor een sporen? Het lijkt wel van een...
Oh. Hey. Bow girl. Pak aan. Kom, we pakken de speer en wegwezen. Kom, wegwezen. Hier naartoe. Kom. Dank je. Wat heb je bij je? Ja, daar zat een brief in. Oh, oké. Okay. Wat is dit? Wacht. Hoe kom ik hier af? Er zijn de meiden. Hey, help me! Ja, we komen eraan. Oké, alles komt goed. Kom je redden? Oké. Oh, het is zo hoog. Help. Eindelijk, je bent er. Ik was zo bang. En hoe gaan we er nu af? Wat dacht je van glijden met de pijl en boog? En dan jij achterop bij mij? Kom je? Hey, nu is wat ik hier vind. Hiermee kun je misschien mee naar beneden. Oh, ja. Thanks. Dat ga ik nu gebruiken. Ga maar. Ga kijken wie ik heb gevonden. Hero. Op naar de rest. Bliksem. De anderen zijn van ons dood. Ik denk dat wij de enige zijn. Ik kan ze ook niet vinden. Wat moeten we nu? Hey, Suzanne. Hier, we komen je redden. Echt? Suzanne, wat is er gebeurd? Waar waren jullie? Al die tijd heb ik gedacht dat jullie dood waren. Nu komen jullie even rustig met z'n drieën aanlopen. We hebben het ook niet makkelijk gehad. We hebben ook moeten vechten. Maar we zijn elkaar tegengekomen. En zo hebben we samen zijn we verder gegaan. En nu hebben we jou ontmoet. Kom. Dan kunnen we samen een uitweg vinden. Wat heb je bij je? Oh. Ja, daar zat een briefje in. Ik heb hem nog niet opengemaakt. Maak open dan. Alleen één iemand met één paard kan het spel winnen. Maar dat betekent... Wij gaan het met z'n allen afmaken. We gaan hem met z'n allen redden. En wij gaan hier allemaal uitkomen. Samen. Oh ja? Zegt degene die uiteindelijk het spel gaat winnen, hè? Wat? Ik had gelijk al niet naar je moeten luisteren. Het is allemaal jouw schuld. Door die stomme aanval van jou zitten we nu hier. Dat kun je niet zeggen. Maar het is zo. Nee. Nee. Suzanne. We zijn al jaren vrienden. Waar ben je mee bezig? Je laat me geen keus. Wat doe je nou? Wakker worden, er is brand, wegwezen! Oh nee, waar zijn de paarden? Het is echt erg. Die zijn al weg.
Zijn jullie er klaar voor? Ja.